een nieuwe video. Want zoals je kan zien ben ik niet alleen, maar ik ben samen met... Finn! En... Anne. En dit zijn mijn lieve broertje en zusje. Nou ja, lief. En we gaan vandaag gezellig met z'n drieën een video opnemen. Want zoals jullie misschien al op Instagram hebben kunnen zien, hebben jullie vragen kunnen stellen. En die gaan wij in deze video voor jullie beantwoorden, terwijl we gaan... bakken! Ja, en wat gaan we bakken? Een stroopwafeltaart. Ja, en ik heb nog nooit gemaakt, dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. En jullie gaan het allemaal zien in deze video. Ik heb super veel zin in. Hebben jullie er ook zin in? Ja. Yes. Dus laten we snel beginnen met deze video. Nou, we gaan dus nu beginnen met het bakken van de taart. Dit is de taart. Ja, en er komt een kat voorbij. Dit is de stroopwafeltaart. En het handige is, je hoeft hem niet in de oven te doen. Laten we gewoon snel beginnen. Om het even van dichtbij te laten zien, dit is het pak. Ja, ik heb er super veel zin in. Ik ook. Wat is... oh, is het dan... nou, 60 gram boter. Ik gooi dit in de pan. Oké, nou jongens. Het moet niet zo moeilijk zijn, toch? Boter smelten. Oh my god, ruik even niet lekker. Afvragen. De vragen die gaan we straks beantwoorden. En dat doen we een beetje tussendoor. Oké, de bodem is bedekt. En zoals je ziet, het lijkt gewoon op één grote stroopwafel. En het ruikt ook totaal niet naar stroopwafel. Maar het smaakt wel echt super lekker. Trek naar koekjeskruimel. Hoe heet dat ook weer? Koekjeskruimel. Koekruimels. Koekruimels. Ja. Deze gaat nu even in de koelkast. En vervolgens gaan we de taartvulling bereiden. We beginnen dus met het water. Dit keer mogen jullie wel wat dingen doen, want ik ben al aan het doen. Nee, ik jammer. Ja, wat moet ik doen? Water in. Ik ga deze weer stukken. 250 milliliter slagroom. Nou, Anna. Super cool. Nou, net is alles gemixt en we gaan nu dus het leuke doen, namelijk de stroopwafel snijden. En we hebben er 4 nodig en die komen dus op de taart te liggen. En we hebben net al stiekem een heel klein beetje geproefd van die taartmix, maar het smaakt ook wel een beetje naar stroopwafel, vind ik. Ja, spat op. Nou, dat is toch bedoeld om Anne te slaan? Ja, om Eva te slaan. Het is nu tijd om de stroopwafels te gaan snijden. En we hebben er 4 nodig, dus ja. 8, 7. Go. Oh, Finn, ik ben echt bang dat je in je vingers snijdt. Nee. Ja, wij zitten dadelijk bij de EHBO. Dit is nu de taart, de stroopwafeltaart. En hij gaat nu dus in de koelkast. En, ik sta er niet. En hij gaat nu dus in de koelkast. Finn, doe normaal. En hij gaat nu dus in de koelkast. En dan gaat hij dus in de koelkast en we gaan de vragen beantwoorden. En nu moeten we dus 2,5 uur wachten. Dus we gaan nu beginnen met het beantwoorden van de vragen die jullie op Instagram en YouTube hebben kunnen stellen. Dus let's go! De eerste vraag is: grootste blooper ooit? Ik vind het wel leuk hoor. We waren dus in Praag en we kregen dus als toetje fruit en dan kon je dan in de chocola dopen. Ja. Maar je moest natuurlijk gewoon 1 fruitding pakken en dan in de chocola doen. Maar Finn die snapte het nog niet, dus die gooide al dat fruit erin. En ja, ik heb de beelden nog, dus laten we ze maar gaan bekijken. Finn, moet dat niet alles erin doen in de chocola? Nee, nee, dat zei jij. Nee, ik dacht dat je... Nee, haal eruit, gek. Doet hij? Ja. Wat doet hij nou? Jij zei... Kijk, je moet gewoon zo doen. Per stuk. Zo. Ja. Schieve. Jij moet dat zo doen, niet zo. Ik zei tegen jou van, moet ik alles erin doen? Jij zei ja. Ik dacht stuk voor stuk. Ja. Haal het er snel uit. De volgende vraag is, wie hebben het meeste ruzie met elkaar? Wij. Jullie 2. Alleen al in deze video hebben ze echt wel vaak ruzie gemaakt.
Oké, okay, Finn, wil jij dit erbij? Nee! Wat doen? Oh, moet ik dit even dit doen? Nee, hierbij. Maar, jongens, geen ruzie maken. Ze beslaan elkaar met een spatel, besef haar! Ja, Finn beslaat Anne met een spatel. Je maakt een ruzie met een spatel. Shit. Nee, echt niet. Dat is zielig. Welk niveau doe jij en Anne? Nou, ik doe VWO. En ik doe half VWO. En ik zit trouwens in de derde. En ik in de tweede. Ja. En Finn zit in? Groep 6. Ja. Geef je 5 favoriete YouTubers. Nou, Finn? Tim Hagen, Stuk TV. Wie nog meer? Ja, ik weet wel nog meer, maar wie? Calvijn. Ik ben er 3. Officieel Ben. Ja, officieel Ben. Ja. Nou, wat vinden jullie ervan dat ik een YouTube-kanaal heb? Stom. Stom? Irritant. Nou, dat is ook niet leuk. Nee, nu even serieus. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het wel leuk op zich. Nee, ik ben niet echt heel enthousiast. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk. Okay. Wat is het leukste wat jullie samen hebben gedaan? Niks. Ja, goede vraag. Ja, gewoon vakantie of zo. Ja, ik denk toch ook wel dat we gewoon de vakanties leuk zijn. Dat we dan gewoon leuke dingen met z'n drieën doen. Verder doen we nooit echt heel veel dingen met z'n drieën of zo. Wat zijn jullie favoriete series? Komt Anne weer. Ik heb geen serie. Ik heb nog nooit een serie gekeken. Ja, ik wel. Nou, Anne, noem het op. Wat? Je favoriete serie. Moet je niet eerst vragen wat is je favoriete serie? Maar jij hebt dat net gezegd. Oh. Pretty Little Liars. Op dit moment weer verdeeld. En The 100 vond ik ook heel leuk. Gilmore Girls. Gossip Girl vond ik ook heel leuk. Ook nog meer? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Want... Ja, dat zijn ze dan. Ja, je hoeft ze niet allemaal te zeggen. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 15. Ik ben 9. En ik ben 13. Willen jullie ook een YouTube kanaal beginnen? Ja! Nee. Ja. Finn wil het echt heel erg. Ja, ik zit steeds te zeuren. Ja, hij zit elke dag te zeuren dat hij een YouTube kanaal wil, maar ik snap het ook wel. Ik heb die tijd ook gehad. Ik heb geen YouTube kanaal. Nee, Anne die wil liever niet, want die zat op de twijfel of ze mee zal doen naar deze video. Wat vinden jullie het leukste vak op school? Ja, dat is makkelijk. Gewoon pauzes. Het was geen vak. Oh, het leukste vak! Ja! Oh, ja. Ik dacht al. Het leukste vak op school. Nee, jij? Maar echt, je hebt toch wel iets wat je het leukst vindt, wat je voorkeur hebt. Ja, tekenen. Ook al ik vind Duits het leukste, wat ik er goed in ben. Nee, ik vind die leuk. Ik ben er, ik weet. Je bent ik leuk, ik had een 9 voor Duits. Ja, goed hè. Maar ik heb niet echt een leuk vak, denk ik. In deze reactie zitten 2 vragen. 1 aan mij. Wat vinden je klasgenoten ervan dat je een YouTube kanaal hebt? Op school heb ik het er eigenlijk niet zo vaak over, want ja, ik weet niet waarom. Nou, ik heb het er eigenlijk nooit over, want school en YouTube is bij mij best wel gescheiden. Ja, tenzij ik schoolvideo's maak, maar dat doe ik altijd thuis. Dus ja, eigenlijk heb ik het er nooit over. Maar mijn klasgenoten vinden het verder wel leuk. Ze weten er wel van, maar ja, ze vinden het wel gewoon leuk. Aan Finn en Anne, zouden jullie later misschien ook een YouTube kanaal willen beginnen? Ja, nee? ja. Die hebben we net eigenlijk al gedaan, dus... De volgende vraag is, wat vinden jullie het meest irritant aan elkaar? Nou, wat ik het meest irritant aan Anne vind, was in de ochtend. Kom ik beneden en ze staat zo meestal een beschuitje te smeren met boter. En dan gaat ze keihard met dat mes over dat beschuitje. En zo irritant. Nou, dat valt ook wel weer mee. Irriteer je daar nog steeds aan? Ja, echt heel erg. En daarna mijn poot, doe je die kast open, keihard door die. Ja. dat is echt niet waar. En het altijd chagrijnig als je wakker wordt. Ja, maar dat is logisch. Dat, dan maak ik jou heel lief wakker. Dan zeg ik iets leuks. Zeg je, ik kom. We gaan even naar de taart kijken. En oh ja, Anne heeft hele mooie pantoffels aan. Die heeft ze elke dag aan. Want Anne die vindt dat heel leuk. Maar oké, we gaan even naar de taart kijken hoe die er tussendoor uitziet. Zo. Nou, volgens mij verandert die ook niet veel hoor. Nee, ik heb er wel trek in. Maar ziet er wel mooi uit. Gaan we weer verder met die Q&A? Yes. Waren jullie vroeger fan van K3? Ja! Ja! Nee. Ik denk ook fan van. Wat is je favoriete social media? Nou, ik ga sowieso voor YouTube. YouTube is wat ik het leukst vind om te doen en het leukst vind om te kijken. Ik vind dat gewoon het allerleukst, dus daar kies ik sowieso voor. Ja, ik ook. Oké, ik weet het niet. Nee, jij snapt je. Ik denk YouTube.
Snapchat. Dit waren ongeveer wel de vragen. Er waren er wel wat meer. Maar ja, als we ze allemaal moeten beantwoorden, zitten we hier nog een uur. En dan kunnen we zo de taart uit de koelkast gaan halen. Joepie. Die gaat vallen, hè? Oh, dat lijkt me echt wat voor jou. Ja. Oké, zo ziet hij er tot nu toe uit. Wat die inzakt als een pudding. Lekker. Halleluja. 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 Laat het maar even aanvallen. Dat is zo erg. Ja. Vies. Net als een wedstrijd nu. Dat is lekker. Dat is lekker. Dit is wel echt heel lekker. Ja. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je het nou leuker dan een duimpje omhoog?